Hallo, welkom bij een Vlogboek Special, waarbij ik me deze keer niet richt op het bespreken van boeken, maar op de eerste paar woorden, oftewel de beginzin. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Een goede beginzin van een roman is niet het allerbelangrijkste, maar niettemin wel een belangrijke waarde voor een verhaal. Het moet er natuurlijk voor zorgen dat je verder wilt lezen, maar eigenlijk geldt dat voor elke regel in een boek. Ik denk dat een goede beginzin zijn waarde pas laat zien als je het verhaal al hebt gelezen. Dat als je het boek uit hebt en dan geruime tijd later die regel weer eens terugleest, dat er dan een soort van voldaan gevoel over je heen komt, omdat die zin dat hele verhaal weer oproept. Daarom in deze vlogboek 12 van de mooiste beginzinnen uit de Nederlandse literatuur en dat doen we in 4 categorieën. Laten we beginnen met zinnen die een personage introduceren. En denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende klassiek geworden zin. Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22e december 1946 in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66 de held van deze geschiedenis, Fritz van Echters, ontwaakte. Een held die in het donker ontwaakt en al snel een anti-held blijkt te zijn. Dat proef je eigenlijk al in deze eerste zin uit De Avonden van Gerard Reven. Veel korter en daarmee krachtiger is de beginzin van Bordewijks roman Bint. De Bree zijn denken was hoekig en nors. En dat je hoekig en nors kunt denken, dat blijkt wel uit de rest van het verhaal. Uit dezelfde tijd als Bint komt wat mij betreft een van de mooiste jeugdboeken en dat verhaal begint als volgt. Vele mensen schijnen Kees Bakels niet eens te hebben gekend en dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. Een zin aan het begin van een verhaal over hoofdpersoon Kees waarbij je hem langzaam in je armen sluit. Een beginzin kan er ook voor zorgen dat je direct op een heel andere plek in een heel andere tijd bent. A.T.H. van der Heijden deed dat bijvoorbeeld in zijn laatste roman. De beul werd ongeduldig. De spanning wordt direct opgewekt en dat het tegenovergestelde ook kan, dat heeft Multatuli laten zien. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Deze woorden worden uitgesproken door de fantasieloze droogstoppel die de zaken vertelt waar ze op staan. In principe geen hele geniale zin, maar als je weet waar deze toe leidt, dan zit er toch een soort van magisch randje om deze woorden heen. Haast cliché, maar niettemin effectief zijn de woorden van Adriaan Verdis in zijn geprezen roman Ik Kom Terug. We stonden tegenover elkaar, mijn moeder en ik. Het feit dat het verhaal om niets anders gaat dan de strijd en liefde tussen moeder en zoon geeft deze regel een symbolische waarde. Van weer een andere orde zijn de beginzinnen met een vooruitwijzing of terugblik op het verhaal dat nog moet gaan volgen. De zinnen wijzen erop dat er iets belangrijks is gebeurd. Mijn vrouw is dood en al begraven. Marcellus Emans laat zijn hoofdpersonage al op de eerste pagina's bekennen dat hij zijn vrouw heeft vermoord. En tja, dat intrigeert natuurlijk, want waarom heeft hij dat gedaan? Wat mysterieuzer, maar ook intrigerend is de eerste scène uit De Engelenmaker van Stefan Brijs. Sommige inwoners van Wolfheim beweren nog altijd dat ze eerst het driestemmige gehuil van de baby's op de achterbank hadden gehoord en pas later het motorgeluid van de taxi zelf die het dorp binnenreed. Dat er iets bijzonders is met deze baby's, dat lees je al in de eerste zin, maar wat er precies aan de hand is, daar kom je later achter. De schrijver Nesquio staat zo'n beetje in alle lijstjes met bekende beginzinnen. Bij zijn verhalen De Uitvreter en Het Dichtertje dwingt hij de lezer direct het verhaal in. Hoe simpel een sterke beginzin kan zijn, heeft hij in Titaantjes laten zien, waar de hoofdpersoon met weemoed terugdenkt aan zijn verleden. Jongens waren we. Maar aardige jongens. Tot slot nog de beginzinnen die direct een vraag oproepen. Iets lijkt er niet te kloppen en daarin ligt dan ook de kern van het verhaal. Nina Polak laat je in We zullen niet te pletten staan bijvoorbeeld nadenken over de geëikte beeldvorming van een gezin. Hun moeder verliet hun moeder op de dag dat de nieuwe keuken arriveerde. Hun moeder, twee moeders. Ik snap hem. Of wat te denken van een hoofdpersoon die buiten bewustzijn is, zoals Fransje Hermans uit Joe's Speedboat van Tommy Wieriga. Het is een warm voorjaar. In de klas bidden ze voor me omdat ik al meer dan 200 dagen van de wereld ben. Of Nina Weijers in De Consequenties, die haar personage laat verdwijnen en daarmee direct een verhaalmotief introduceert. Op de dag dat Minnie Panas voor de derde keer uit haar eigen leven verdween, stond de zon laag en de maan hoog aan de hemel. Dit was een kleine verzameling van de mooiste beginzinnen uit de Nederlandse literatuur. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar die bewaar ik voor een volgende. Keer. Of hieronder, want wat vind jij nu een mooie beginzin? Welke is je bijgebleven en welke zorgt ervoor dat je direct weer in het verhaal zit? Laat het me weten. Ik ben benieuwd.